In de jaren 80 speelde hij ongeveer 6 seizoenen voor Club Brugge. In de jaren 90 ook nog eens 6 seizoenen voor Anderlecht. Hij heeft ook bij PSV gespeeld. Sheffield Wednesday, AA Gent, Gerwenal Beerschot speelde 540 competitiewedstrijden en scoorde maar liefst 210 keer. En dan heb ik het natuurlijk over de enige echte Mark de Grijze. Dag Mark. Goedemiddag. Een ongelofelijke staat van dienst als je dat zo leest en als je dat zo hoort. Hè? Het is lang geweest, ja. 19 seizoenen. Is dat lang voor een voetballer? Dat is vrij lang, ja. Maar ja, wel de mooiste tijd natuurlijk van mijn leven. Ja, dat geloof ik. Een tijd die je zou overdoen, mocht je weten wat je nu weet? Absoluut. Ik moest kiezen toen ik 18 was, verder studeren of voetballer worden. En als er één beslissing is die ik geen spijt van heb, dan is het die wel. Dus, ja. En je ouders stonden achter die keuze? Dat was niet evident, omdat ja, goed, op dat moment moest ik ja, na mijn humaniora een belangrijke beslissing nemen. En in die tijd was dat nog niet zo evident. En, ik kwam ook nog een keer van de boeren buiten, van Ardooien. Ja. Dus, maar eigenlijk heeft Kessler, de toenmalige trainer van club, ons overtuigd om die stap te zetten. Ja, want het is, je zegt het was vroeger niet evident, maar ik denk nu ook niet. Want uiteindelijk, ja, om ervan te leven, moet je al heel straf zijn en ook een stukje geluk hebben. Ja, maar nu is het een stuk makkelijker hoor. Ja? Voor ervan te leven, ja. Ja. Als ik vergelijk in die 30 jaar, want daar gaat het boek eigenlijk over. Toen ik begon en mijn eerste profcontract tekende. Daar beginnen de jongens van 16 jaar niet voor. Dus, nee, okay. Dus financieel gezien is het altijd nu een stukje beter dan dat het vroeger was? Een stukje is zacht uitgedrukt. Ik denk dat het maal 20, maal 30, maal 50 is. Het is spectaculair, ja. Ja. Dus eigenlijk ben je te vroeg geboren geweest? Ja, maar goed, ik ben niet zo dat eerst en vooral in mijn tijd was het beter of we hebben dat en dat gemist. Dat is niet zo. Ik ben blij dat het voetballen zo geëvolueerd is, dat het beter is geworden voor de voetballers. Dat ze zeker, in onze tijd zeiden ze nog, als je 15 jaar kunt voetballen, hè, dan heb je een mooie spaarpot aan de kant gelegd. En ik heb er 19 gedaan, dus ik ben ook tevreden. Ja. En het is goed dat de jongens nu goed, meer kunnen verdienen. Nu, je hebt ongelooflijk veel gevoetbald, maar trainer ben je nooit geweest, als ik het goed heb. Nee. Is dat een bewuste keuze? Want... Ja, wel. Ik stopte in 2002 bij Gerwenal Beerschot. En toen kreeg ik direct de kans eigenlijk om assistent van M.E. Antonis te worden. Dat vroeg hij tenminste. Ja. Maar ik was toen eigenlijk al beloofd om bij Club Brugge technisch directeur of sportleider te worden. Dat sleepte dan wel nog een jaar aan. Maar doordat ik die kans kreeg, ben ik nooit aan de cursus trainer begonnen. En, moet je daar een cursus vervolgen met zo'n staat van dienst? Ja, want anders mag je niet op de bank zitten. Dus, je moet een soort van diploma of iets kunnen voorleggen? Ja, dat het hijzeldiploma. Dus je moet echt gaan studeren. Enfin, dat is relatief makkelijk, laat het ons zo zeggen. Ja. Voor iemand die zelf gevoetbald heeft, moet je dat normaal kunnen halen. Maar door de situatie dat ik toen zeg maar, in een andere functie kon beginnen bij club, ben ik daar niet aan begonnen. En later was het te laat en had ik ook geen zin meer in, eerlijk gezegd. Is dit nu de leeftijd te laat om trainer te worden? Nee, ja, als ik zou willen, zou ik die cursus doen. En ik denk dat ik dat op 2-3 jaar wel heb, dat diploma. Maar ja, dan ben ik al voorbij de 50. Moet ik dan nog in die hondenjob van trainers gaan beginnen? Nee, lijkt me niet. Want in je boek heb je het ook over trainers. Hè? Er zijn er een paar die je aanhaalt. Maar vooral de Nederlanders, dat prikkelt jou wel. Hè? Je hebt iets met Nederlandse trainers. Ja, ik heb eigenlijk bijna alleen maar Nederlandse trainers gehad. Hè. Kessler is Nederland-Duits. Maar daarna 5 jaar Gouwaard, dan 3 jaar De Mos. Dan 6 maanden Perušović, maar dan 2,5 jaar Boskamp. Ja. Voorlopig zit ik nog geen Belgische trainer. Nee. Hoe komt dat eigenlijk, dat de Belgische trainers ten opzichte van de Nederlanders... Ja, wel, de Nederlanders verkopen zich beter, hebben een betere reputatie wereldwijd. Grotere mond misschien ook? Grotere mond ook, verkopen zichzelf beter, hebben de voetbalwereld veroverd door hun aanvallende voetbal, door hun filosofie. En wij zijn daar toch ten achter gebleven. En het is maar de laatste 10, 15 jaar eigenlijk ook, met het begin van Erik Gerrits, dan Michel Preud'homme en zo, dat we nu een beetje trainers in het buitenland hebben. Dus, en dat we niet zeg maar, het voetballand zijn die toont aan de rest van de wereld hoe dat voetbal moet gespeeld worden. De Nederlanders hebben dat veel meer. Mm-hmm. Die willen tonen, kijk, zo moet voetbal gespeeld worden. Kunnen misschien beter communiceren. En dat is het grote voordeel van de Nederlanders wereldwijd. Ja, nu uiteindelijk onze bondscoach Mark Wilmers, een collega van jou trouwens. Ja. Want jullie zijn samen Rode Duivel geweest.
Ja. Huh? Ja, hij was nog een stuk jonger. Hij heeft 90 en 94, dus de WK's meegemaakt van Italië en Amerika. Maar toen was hij eigenlijk nog niet in de ploeg. Nee. Het is eigenlijk maar later dat hij... Maar hij was er toen wel bij. In 94, we hebben daar trouwens nog beelden van. Ja, voor mij een nostalgische tijd. Want dat was de tijd waarin ik 9 was. En de blikjes cola verzamelden waar jullie allemaal op stonden. De wedstrijd tegen Nederland natuurlijk, onvergetelijk. Een mooie wedstrijd ook, hè? En wat een doelman die we toen hadden. Toen hadden we de beste doelman van de wereld, hè? Michel Prudhomme, die opvolger van Jean-Marie Faswa. Maar die wedstrijd, ja, dat was zoals dat de Rode Duivels nu zo populair zijn, dat was toen ook. Ja, ja. Hè? Het was Oranje die, zeg maar, en de Rode Duivels of de supporters van de Rode Duivels die het stadion helemaal kleurden. Het moet toch kicken zijn om op zo'n WK en dan zo'n prestatie neer te zetten, hè? Ja. En juist tegen de Nederlanders. Ja, ik bedoel, en toen waren we ook nog wel echt underdog. Nu hebben we eigenlijk een even goede ploeg als de Nederlanders. Mm-hmm. Spelen we meer aanvallend. Maar toen moesten we toch meer hebben van organisatie. Hopen op een hoekschop zoals deze. Ja. Philippe Albert die scoort. Maar dit is een van de hoogtepunten uit mijn carrière. En dit is dan weer een andere wedstrijd waar we jou ook in gezien hebben. Nu, de vergelijking met 20 jaar geleden. Is er veel veranderd qua mentaliteit tussen de Rode Duivels? Boah, er is in het algemeen, de voetbalwereld is enorm geëvolueerd. Er is veel meer aandacht, veel meer pers. Wat we al zeiden, de spelers verdienen veel meer centen. Mm-hmm. Mentaliteit zou ik... ik denk dat dat nog altijd hetzelfde is. Ik bedoel, het zijn jonge mensen die van hun hobby een werk hebben kunnen maken. Die wel plezier in hun job moeten hebben. En nog jong zijn, maar toch heel professioneel moeten denken en werken. En zeker nu met de media, met alle sociale media erbij. Dus het is ingewikkelder geworden. Ja. Meer aandacht, maar het is ook beter geworden. Mm-hmm. Dus voor de voetballers. Ja. Ze kunnen zich minder zottigheden permitteren dan in onze tijd. Ja. Daar ben ik eerlijk in. Ja, want ik heb zelfs gelezen in jouw boek dat jullie zelfs ooit in de versus beland zijn. Ja, maar dat gebeurt nu nog zo. Ja, nu gaan ze naar de Carré of zo. Maar wij kregen wel eens vrij af of op maandagavond van Dick Advocaat. Ja. Toen zei die hammer met de bus naar de Carré, naar de versus. Jullie slapen in de Holiday Inn. Dinsdagmorgen worden jullie opgehaald met de bus en dan gaan we keihard trainen. Ja. En dat was één keer op die 2 jaar dus. Maar het bewijst wel dat spanning en ontspanning ook moet kunnen. Ja. Nu, je bent profvoetballer geweest, 19 jaar, sportief directeur, analist, nu nog altijd op tv. En dan nu een boek. Ja, een boek. Ja, de mensen vragen inderdaad. Jij gaat dat ook vragen, waarom een boek nu? Ja. Maar ja, goed, ik had tijd. En ik had eigenlijk al, toen ik stopte met voetbal, de mogelijkheid om een boek te schrijven. Dat vond ik toen niet aan de orde. Toen ik stopte bij Club Brugge eigenlijk ook niet. En nu dacht ik, ja, het paste mooi, 2013, 1983, toen ik prof werd, 30 jaar. En ik merkte, als ik bij mensen privé dingen vertelde vanuit mijn carrière en zo, dat ze dat wel leuk en interessant... Ja, maar het interesseert. Het spreekt tot de verbeelding. Hè. Nu, uiteindelijk, je hebt het over de Rode Duivels, je hebt het over coaches, ook over collega-voetballers en dergelijke. Maar je neemt geen blad voor de mond, heb ik gezien. Dus je zegt je ongezouten mening in dat boek. Ja, maar ik denk dat ik niemand echt helemaal met de grond gelijk maak. Of ik vertel gewoon. En natuurlijk zitten daar positieve verhalen in, er zitten wat scherpe verhalen in, kritische verhalen. Maar ik denk dat al de mensen die in de voetbalwereld zitten op dit niveau ook wel weten van ze kunnen daar tegen. En ik denk niet dat ik iemand heb willen mee afrekenen of echt willen afmaken heb. Maar je mening geven, dat mag, hè? Ja, dat verwachten ze ook. Als de uitgeverij zegt, we willen een boek van jou, dan moet ik niet een blad voor de mond houden. Dan vertel ik dingen. En de mensen hebben dat ook graag. Dus op basis daarvan is dit boek eigenlijk verteld. Ja. En de mensen kunnen je ontmoeten op de boekenbeurs? Ja. Wanneer ga je signeren? Ik ga zaterdag nog een keer. Ik ben vorige vrijdag geweest, 1 november. En zaterdagmiddag ga ik ook nog eens. Zaterdagmiddag, hoe laat? Van 2 tot 4. Van 2 tot 4. Mark de Grijze met zijn boek. 30 jaar topvoetbal. 30 jaar topvoetbal. Voilà.